Achter de deur, burgemeester, staat de nieuwe Nijmegenaar van het jaar. Ja, we hebben 3 prachtige genomineerden gezien en eentje kan maar winnen. En de Nijmegenaar van het jaar 2020 is Tim Hogebos. Oeh. Ga zitten, Tim. Door de confetti worden toch nog, nog feest, hè? Wat dat dan niet is, maar is het toch wel. Van harte gefeliciteerd, ja, dankjewel, Tim. Ik had je al net gevraagd, toen we nog een Zoom-verbinding waren, hoe het voelde om genomineerd te zijn. Dus ja. Je snapt hem al, je voelt hem aankomen. Hoe voelt het nu om te zijn, Nijmegenaar van het jaar? Ja, ik had het serieus dus echt niet verwacht. Want er stond ook feestelijke kleding aantrekken en zo en dat soort dingen. Omdat ik dus heel eerlijk gezegd had verwacht dat Monique zou winnen. Dus ik heb nog snel even... Dat heb je zo afgesproken. Nee. Dus, maar ja, ik vind het echt heel tof. Een mooie start van het nieuwe jaar. Van alle Nijmegenaren. Dat ik ook een keer een Nijmegenaar van het jaar mag zijn. De bos- en natuurgebieden waren ook heel populair. Door jouw manier heel laagdrempelig. Voor jong en oud begrijpen. Heb je dat altijd al zo gedaan? Of was dit jouw jaar? Nee, ik heb dat altijd wel zo gedaan, maar afgelopen jaar was wel een bijzonder jaar voor mij. Via social media post ik wel eens wat filmpjes dat ik met kinderen op de plas aan het rennen ben. En het is altijd licht educatief, maar vooral gewoon natuurbeleving voor de kinderen. En toen mocht ik ook nog eens een keer een kinderprogramma presenteren, Beestenbrigade bij de KRO-NCV. Had ik nooit over nagedacht, maar dat mocht ik in één keer gaan doen. Daar hebben we ook nog een prijs mee gewonnen, Televisierster. Ik weet het ook niet. Het is mij allemaal maar een beetje overkomen. Maar het had misschien wel gewoon zo moeten zijn. Want ik kan niet heel veel dingen heel goed. Maar met werken met kinderen vind ik gewoon het leukste om te doen. Nou, daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. Laat ik het zo. En dat heeft ook een heleboel volwassenen aangesproken. Want Nijmegenaar van het jaar word je niet zomaar, hoor. Het kunstwerkje, het applausbeeld, want zo heet het, van de kunstenaar Ronald Tolman. Dat is voor jou, dat mag jij mooi mee naar huis nemen. En we wisten natuurlijk van tevoren, je naam en het jaartal staat er mooi op. Ja. Dus hartstikke goed.